Mijn naam is Jan ten Ope. Ik ben voorzitter van het college van ACTAL. Mijn achtergrond is het zelfstandig ondernemerschap en daarhalve vaak geconfronteerd met overbodige regelgeving. In Nederland kennen we veel wet- en regelgeving die door het parlement wordt vastgesteld. Maar we schieten daar nogal eens in door. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een ondernemer die wilde een nieuw pan bouwen. Daar vroeg hij bij de gemeente een nieuwe vergunning voor aan. Het was al een heel proces voordat hij die vergunning kreeg, maar uiteindelijk kwam die vergunning dan ook af. Maar in de vergunning waren een aantal voorwaarden opgenomen. En die voorwaarden waren dat hij met zeven verschillende soorten afval moest afvoeren. De ondernemer heeft er nog even over nagedacht, maar hij wilde uiteindelijk wel beginnen. Hij wilde ook dat pand ook echt gaan bouwen, want hij had er ook een huurder voor. Vervolgens is hij gestart en voordat het de maandagmorgen was verstreken, had hij een bekeuring van 2500 euro. Want wat bleek? De vergunning was wel afgegeven, maar de lokale verordening verbood hem meer dan één container langs de openbare weg te zetten. Dit is nou weer een typisch voorbeeld waarin we met de regelgeving te ver zijn doorgeschoten en dat de regelgeving ook niet op elkaar is afgestemd. Wat is nu regeldruk? We hebben eigenlijk drie soorten regeldruk. Ten eerste hebben we nalevingskosten, waarvan je zou kunnen zeggen dat vanuit wet en regelgeving de ondernemer in moet investeren, bijvoorbeeld in een brandblusser of sprinklerinstallatie. Vervolgens moet hij dat ook melden, bijvoorbeeld bij de brandweer. Dat noemen we administratieve lasten. Vervolgens komt de brandweer, maar dat kan ook de voedsel en warenautoriteit zijn, dat kan de politie zijn. Die komen met inspecteurs kijken bij de ondernemer. Dat noemen we toezichtlasten. En die toezichtlasten dat vormt nogal heel veel irritatie, omdat zoveel inspecteurs langskomen en dat noemen we een stapeling van de toezicht. Met andere woorden, drie soorten regeldruk waar ondernemers eigenlijk altijd mee te maken hebben. Er zijn eigenlijk drie soorten uh, oorzaken waardoor de regeldruk ontstaat en met name overmatige regeldruk. De eerste is eigenlijk dat in de samenleving vanuit de overheid het vertrouwen ontbreekt dat de samenleving de zaken ook heel vaak zelf kan regelen en daardoor met wet en regelgeving komt die eigenlijk onnodig is. Een tweede oorzaak vindt eigenlijk zijn, ja, zijn oorsprong in de incidenten die in de samenleving plaatsvinden. Als bijvoorbeeld op Moerdijk, waar de grote brand is plaatsgevonden, dan wordt er heel snel in de politiek geroepen: Dit nooit meer. En vervolgens krijgen we een overkil aan wet en regelgeving, en zo gedetailleerd dat het niet of nauwelijks is na te leven, maar wat nog belangrijker is, er komt daardoor ook wordt uitgenodigd tot steeds meer toezicht en we stapelen het maar op elkaar. Dat werkt eigenlijk in de samenleving niet. En een derde oorzaak zit hem over het algemeen in het feit dat dingen. Is regelgeving, maar dat het basis aan vertrouwen ontbreekt dat men zelf eigenlijk nieuwe regels gaat gebruiken. Die regels krijgen eigenlijk de vorm van registreren, omdat men bang is dat men zeg maar aangesproken wordt op welke wijze men heeft gehandeld. Dus deze drie oorzaken bepalen eigenlijk dat eigenlijk het werken wordt belemmerd. We zijn nu zo'n 15 jaar bezig met het terugdringen van regeldruk. Het heeft al 15 jaar hoog op de politieke en ook op de maatschappelijke agenda gestaan. Er wordt veel over gesproken en ook in de Kamer is er ook regelmatig aandacht voor. Maar de echte cultuurverandering hebben we met elkaar nog niet bereikt. Het is nog niet zo dat vanuit de ondernemer of vanuit de burger wordt gedacht. Nee, men vertrekt nog te veel vanuit het perspectief van wat is belangrijk vanuit het ministerie. Dus die cultuuromslag moeten we met elkaar nu weer maken en sterker maken. Dat zien we ook bij de decentralisaties. Daarin zien we dat gemeenten meer regie kunnen voeren over de samenleving die zij direct kunnen bedienen. Ook in het kader van de keukentafelgesprekken is het belangrijk dat je de regelgeving als een leidraad hanteert, maar dat het belangrijk is dat je zorgt dat er een oplossing is voor de burger. Dat moet leidend zijn. En dan kan het wel eens zo zijn dat je de regels iets ruimer interpreteert. Dat moet uitgangspunt zijn dat je de oplossing biedt voor de burger en voor de ondernemer. En dan is het van belang dat een bestuurder een rechte rug de durf heeft om te zeggen van nee. Op deze manier wijk ik iets af van de regel omdat ik de oplossing bied voor dat gezin. En het is ook van belang dat de ambtenaar zegt van nee, we hebben een goede maatschappelijke oplossing en ik ben vertrokken vanuit de maatschappelijke omgeving, vanuit de werkelijkheid van die burger en van die ondernemer. Zij kunnen het zelf oplossen, dus is er ook geen wet en regelgeving vanuit de overheid of vanuit de gemeente nodig. Ik ga nog even terug naar het voorbeeld waar ik mee begon. De ondernemer die een prachtig gebouw wil neerzetten, daar een vergunning voor aanverwoeg. En ja, in feite in de vergunning zeven verschillende soorten afval moet afvoeren. En daardoor dus ook zeven verschillende containers langs de openbare weg stelt. Hij kreeg voordat 12 uur is, had hij een bekeuring van 2500 euro. De vraag is: wat zou u nou doen? Zou u als bestuurder. ...zeggen, nou die 2500 euro schrap ik, want ja, het moet toch praktisch blijven? Of zou u zeggen van, nee, dit is de regel, die container blijft staan... ...en die andere zes, die zetten we maar ergens anders neer... ...waardoor heel veel kosten en heel veel irritatie ontstaat. En wat zou u bij een volgende vergunningaanvraag doen? Zou u dat schrappen in de regelgeving? Op welke manier zou u met dit dilemma omgaan? Wordt dan de regel aangepast aan de praktijk zoals die is... Of houden we starvast star vast, aan een regel die niet werkbaar is? Wij zijn benieuwd waar u voor kiest.